Hallo reviewvrienden, hoe is het bij jullie? Mooi om te horen. Hier is hij, Parahima. Ja, ik hoor jullie denken, oh jeetje, daar heb je Jan weer zonder doosje. Dat is niet goed, dat is niet goed. Wat zal hij hebben? Zal hij weer corona hebben? Zal hij verdrietig zijn? Zal hij de gevangenis in moeten? Of heeft hij ruzie gekregen met Achmetje? Dat is allemaal niet waar. Het is eigenlijk allemaal niet waar. En ik ga jullie langzaam uitleggen wat er wel aan de hand is. Ik heb 275 reviews gemaakt. 275. Ja, ze gaan nergens over. Dat is natuurlijk eigenlijk is het natuurlijk bizar dat... Eigenlijk is het natuurlijk bizar dat er 275 filmpjes zijn gemaakt die helemaal nergens over gaan. Ja, of een bolletje mozzarella lekker is, of een curry ketchupie. Maar als zich gaat het helemaal nergens over. En dat is eigenlijk volgens mij ook best wel het leuke aan Jan's reviews, dat het nergens over gaat. Het is gewoon bullshit. Ja, ik kan niet meer zeggen. Punt is, na 275... Ik zeg niet dat ik ermee opga, hoor. Dat niet. Want waarom zou ik? Ik vind het ook leuk om te maken. Er zijn mensen die het leuk vinden om te kijken. Er is geen enkele reden om te zeggen van ik stop ermee. Maar ik ga wel heel even ermee stoppen. En dat heeft te maken... ik ga even op vakantie. Ja, ik ga even op vakantie. Ik heb, geloof ik, afgelopen 1,5 jaar... gewoon mijn reviews gemaakt, behalve als ik inderdaad corona had. En ik heb afgelopen 1,5 jaar elke week rollenplaat gemaakt. Ik ben dus eigenlijk niet op vakantie geweest al die tijd. En ik heb gewoon doorgewerkt. Oh, wat een werk, hè, Jan. Oh, wat druk. Oh, wat zielig ook voor je. Dat je dan... dingen moeten proeven voor een camera en dan zeggen vies of lekker. Heel hard werken. Oh. En roddelpraat. Ga je ergens zitten en dan ga je zeggen dat iemand stom is. Goh, wat een hard werk. Nou, nee, dat is niet zo heel hard werken, geef ik eerlijk toe. Punt alleen wel, ik wil een keertje niks. En ik heb altijd wat. En ik wil niks, dus ik ga voor het eerst in zoveel tijd op vakantie met mijn kinderen. We gaan lekker naar Griekenland. Ik ga lekker... Ja, dat is wel een beetje een probleem. Ik wou zeggen, ik ga lekker op het strand liggen. Maar daar vind ik dus geen reet aan. En daar kan mijn huid ook niet echt goed tegen. Maar ik weet dus eigenlijk niet echt wat ik dan daar ga doen. Wel, ja, natuurlijk, heel veel eten. Ja, want ik ben gek op dat Griekse eten. Sommige mensen vinden dat Griekse eten niet lekker. Vinden ze laf of zo. Maar ja, ik ben gek op dingen uit de zee, dus ik denk dat ik gewoon een hele kolonie inktvissen op ga zitten vreten in die weken dat ik daar ben. Enfin, ik ga 2,5 week zeg maar op vakantie. Alleen de reviews die komen pas over een maand weer terug. Dus dat je dat weet. Dat wordt even een tijdje dus zonder. Want ik lig hier zo, hier op dit strandje lig ik zo... voor me uit te staren en me dood te vervelen waarschijnlijk. Maar ja, dit is wat het is. In ieder geval, dat wil ik even melden. Dus tot over een maand. I love you all. Lieve vrienden. En we maken er een feestje weer van als we weer zijn begonnen. Ik heb er ook wel eens een keer over nagedacht trouwens om een professionele studio te nemen. En een professionele achtergrond. In plaats van aan mijn eettafel. Mij is aangeboden om allemaal graphics te maken. En ik doe dat gewoon allemaal niet. Ik hou het gewoon lekker zoals het is. Ja, of niet. Weet ik veel. Ik kijk wel, misschien krijg ik nieuwe inzichten. Daar aan het Griekse water. Ja, nou. Oh, bedankt voor het kijken. Tot snel. Doei.